on high. Give thanks and praise to the Lord, and I will be alright. Say it, let's together and feel alright. Ma Joni. Joni of Ma of ja, zoiets. Ma Joni, ja. Mooi. Zo noemen we haar. Ma Joni, ja, ja, ja. Wat doet dat met u? In het begin, heel in het begin, toen Brighton net was overleden, moest ik daar even aan wennen. Maar toen ik het ging snappen dat, het, ja, dat deze jongeren toch bemoediging nodig hebben. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik ze anders benaderen dan als een moeder? Dankjewel. Het is makkelijk. Dankjewel. Hoe belangrijk is zij voor jou? Van een schaal van 1 om 10 denk ik gewoon 8. Omdat alles komt gewoon op zijn plek. Het is een en al liefde en je kan gewoon jezelf zijn. Ja, het is gewoon goed. Het voelt goed. Dus toen mijn oudste zoon, de rapper Helderheid, in zijn slaap overleed. Waardoor ik met heel veel jongeren van de straat en natuurlijk gewoon jongeren in de wijk in contact kwam. Sherida is een van de jongeren die ook Helderheid gekend heeft. Heel goed. Door dat heb ik haar leren kennen. En zo bijzonder, vandaag ga ik met twee van haar kinderen gaan we het Rotterdamlied zingen. Hun gaan rappen. Dus zo zie je maar hè, dat, wat het allemaal voortbrengt. Dan ga je automatisch naar het huis en dan zo is het allemaal gaan samenvloeien. Toen het bekend werd, ja, toen stroomde mijn huis vol met deze jongeren. Ja, het is wel 14 jaar geleden. En ik had gedacht, nou, misschien een jaartje bezig met die jongeren. Maar we zijn nu 14 jaar verder. En er is een stichting Helderheid opgericht. En met die stichting doen we allerlei activiteiten. Een van de projecten is Pesten is Dwaasheid. Wij willen dat, ja, eigenlijk het pesten willen we eigenlijk laten verdwijnen. Helderheid voor Rotterdam. Helderheid voor iedereen. Helderheid voor jou. Rotterdam. Rotterdam. Hoe belangrijk is ze voor jou dan eigenlijk? Heel belangrijk. Op elk gebied werk. Scholing, ja. Nou, alle andere, mijn kinderen op elk gebied, ze helpen me op elk gebied. En ik zou willen dat iedere moeder, ja, jonge moeder in Nederland, vooral in Rotterdam-Zuid natuurlijk, zo iemand heeft waar ze op terug kunnen vallen. Die een hart heeft voor jongeren. Als wij op deze manier met mooie projecten, creativiteit, met muziek, mooie teksten elkaar kunnen bemoedigen, dan is er een hoopvolle Rotterdam. Rotterdam, mijn stad. Ik hou van jou. Rotterdam.